inkijk te geven in hoe ze politiek actief zijn geworden en wat hun politieke werk inhoudt. Vandaag hebben wij te gast Eva van Es. Zij is Kamerlid voor de Partij voor de Dieren sinds 2019. Daarvoor was ze 6 jaar raadslid en fractievoorzitter in Utrecht. Dus ik ga onder andere aan haar vragen hoe haar omschakeling was van de gemeentepolitiek naar de landelijke politiek. Maar ik ben ook vooral benieuwd wat jullie van haar willen weten. Dus laat dat vooral weten. Praat vooral mee over wat wij zeggen, waar wij het over hebben. Laat weten wat jij ervan vindt. En ik wacht nu even op Eva. Volgens mij is ze daar. Dus dan ga ik even kijken of ik haar uit kan nodigen. Ja. We gaan live met Eva van Es, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Zij is sinds 2019 Kamerlid en daarvoor was ze 6 jaar raadslid en fractievoorzitter in Utrecht, de gemeente Utrecht. Daar is ze al, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoor jou goed. Ik zie mezelf alleen nog niet. Nee, inderdaad, voor mij hetzelfde. Ik hoor je wel, maar ik zie nu nog even een zwart scherm. Nee, ondanks dat ik net toch heb geaccepteerd dat mijn video gewoon mag beginnen. Ja, misschien heeft hij nog even tijd nodig om op te starten. Ja. Dat zou kunnen. Zit je op je telefoon? Of telefoon, ja. Nee, op je telefoon, ja. Dus dat zal ik het anders gewoon voor de zekerheid even nog een keer proberen. Gewoon even weer in en uit en dan kijken of het werkt. Misschien wel het fijnste, want een zwart scherm praat ook zo ongemakkelijk, hè? Ja, het is wel fijn als iedereen je kan zien ook. Zeker. Ik ga dus even nog erin en eruit. Ja, moment hoor. Oké, helemaal goed. Oké, dat was al even in ieder geval in geluid Partij voor de Dieren. Hallo, ik zie dat Nathalie ook meekijkt. Hallo Nathalie, ik zie dat Penny meekijkt, Saskia, Niels. Laat vooral weten wat jij wil weten. Laat vooral weten wat jij wil weten van Kamerlid Eva van Es, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. We wachten even totdat zij live in de uitzending komt. Toen net hadden we... Ja, heel goed. Waar ben ik? Hey, goedemiddag. Ja. Hallo. Hallo Eva, hoe is het? Ja, helemaal goed. Leuk om even, ik voel toch een beetje een soort van midden in reces, even uit te gaan en toch nog weer eventjes over politiek te praten. Dus is helemaal niet erg hoor. Nee, heel goed. En was je een beetje vakantie aan het vieren ook tijdens je reces? Een beetje, alleen ik ben woordvoerder corona. Dus in dat opzicht, gezien de huidige situatie en ook dat we volgende week toch weer met elkaar, logischerwijs vind ik wel hoor, weer richting Den Haag gaan om over de recente corona-ontwikkelingen te praten. Ben ik wel lekker van de wat rustigere tijd aan het genieten, zeker. Mm. Maar ben ik niet helemaal uitgezoomd. Nee. Dus, nee. Oké. Nou, ik wil ook iedereen die meekijkt vooral vragen om hun vragen te stellen, om hun opmerkingen te maken. Praat vooral met ons mee. Laat weten wat je van Eva wil weten. Wij hebben elkaar een hele tijd geleden gesproken. Toen was je nog fractievoorzitter in de gemeente Utrecht voor de Partij voor de Dieren. Ja. Je bent sinds 2019 Kamerlid. Hoe is voor jou die omschakeling geweest van de gemeentepolitiek naar de landelijke politiek? Ik moet zeggen dat ik zelf in eerste instantie wel echt heel erg blij ben dat ik eerst gemeentepolitiek heb gedaan. Mm-hmm. Gezien daar heel veel dingen anders zijn, maar ook heel veel dingen hetzelfde. Dus ik kan me wel voorstellen, in ieder geval, ik vond het wel echt prettig om al een beetje het gevoel te hebben dat ik in ieder geval de politieke ideeën, weet je, hoe schrijf je een motie, hoe maak je schriftelijke vragen, nou dat soort dingen al gewoon uit Utrecht mee kon nemen naar Den Haag. Maar verder het is toch wel heel anders, ook wel weer. En vooral, in Utrecht is de hoeveelheid van vergaderen is gewoon een heel ander niveau. Een gemeenteraadswerk is eigenlijk een soort bijbaan, zoals het wordt genoemd. Ik vind het niet helemaal fair van hoeveelheid tijd je er toch wel vaak in steekt. Maar zeggen dat het een halve baan is. Maar Tweede Kamerlid zijn is gewoon een fulltime functie. En het is toch gewoon een heel andere politieke wereld waar je in leeft. Dus blij dat ik eerst gemeentewerk heb gedaan. Maar toch nog steeds wel even omschakelen hoor. Ja. Yeah.
En je zegt, de Tweede Kamer, het is inderdaad een fulltime functie. Hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Is het 40 uur? Is het niet veel meer dan 40 uur? Ja, ook daarin hetzelfde beetje als gemeenteraad. Het hangt er vanaf hoeveel tijd je er zelf in wil en kan steken. 40 is wel zeker wel het geval hoor. Ik denk wel echt dat je er 40 uur wel echt aan kwijt bent. 40 uur dan wel zelf invulbaar soms. Dat zijn ook avondklussen. Ik ben ook wel eens ja, ik ga soms ook gewoon voorbereidend werk gewoon vast op zondagavond doen om de week vast voor te bereiden. Dus het is voor een deel wel, het is wel flexibel. Dat vind ik wel echt, merk ik aan mezelf dat ik dat wel heel fijn vind. En dinsdag, woensdag, donderdag wel echt in Den Haag. Dat zijn wel echt 3 vaste dagen waarin je gewoon kamerwerk echt is. En Ja. andere uren zijn dus voor jezelf. Ja, kun je zelf invullen. Ja. En ben je nu, zeg maar, los van het reces, was je voor het reces dan ook wel heel de tijd weer dinsdag, woensdag, donderdag in Den Haag? Of is het nu heel veel vanuit thuis? Ja, een beetje wisselend. Ik merk wel dat het in de maand juni wel weer wat aan het toenemen was. Alleen ik heb gewoon heel veel onderwerpen rondom corona gedaan de afgelopen tijd. En daardoor toch best wel veel in Den Haag geweest. Maar bijvoorbeeld veel maandagen wel thuisgewerkt. En dat deed ik daarvoor toch iets minder. Dan was ik toch ook wel vaak op kantoor. Dus ja, je probeert ook wel net als iedereen en ook gewoon Tweede Kamerleden om gewoon ook rekening te houden met het feit dat we niet met z'n allen de trein in moeten. En helemaal niet in spitsuren. Dus ik probeer wel een beetje te kijken van wat voor tijden kan ik reizen en is het echt nodig om in Den Haag te zijn. Net zoals ja, we eigenlijk van heel Nederland verlangen. Dus ik vind ook dat ik daar zelf wel een steentje aan mag bijdragen. Ja. Ja, yeah. Ik zie ook een vraag voorbij komen van Nathalie. Die vraagt: zijn jullie tegen de nieuwe noodwet? Ja, daar zijn we inderdaad nu mee bezig. Hoe die er op dit moment nu uitziet, is het wat ons betreft in ieder geval niet voldoende. Dat is altijd een beetje, politiek is altijd soms een ingewikkelde. Ik zou heel graag ja of nee willen zeggen soms. Alleen bij die noodwet zit er wel een logica in dat je sommige dingen misschien wel moet vastleggen, maar zeker niet zo vergaand als het op deze manier nu is opgeschreven. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, kijk, ze hebben al wat wijzigingen gedaan hoor, maar wij vonden het idee dat er zomaar mensen achter de voordeur binnen mochten dringen als je thuis een feestje gaf, om het meer mensen aanwezig was in huis, vonden wij best wel een heftige maatregel. Daarnaast bleef het ook best wel een heftig idee dat je toch voor een deel misschien wel je privacy, ook die is er nu uitgehaald, die corona-app, je privacy zou kunnen op moeten geven of op. Die gewoon op wordt gegeven zonder dat je er zelf soms invloed op hebt. Om corona te bestrijden, dat zijn voor ons wel echt dingen waar we goed naar willen kijken of dat wel rechtvaardig is, wil ik het zo zeggen. Is het echt nodig om op die manier zo ver te gaan om corona eronder te krijgen? Ja. Ja, oké. Dat was een vraag van Nathalie. Anderen die vragen hebben, laat het vooral weten. We hadden het net al even Ja, over de leuk. omschakeling van de gemeentepolitiek naar de landelijke politiek. En ik vroeg me af of mensen ook anders naar je zijn gaan kijken, of dat mensen anders met je omgaan. Ik hoop het niet, maar ergens denk ik wel, ondanks dat ik het lastig vind, moet ik je heel eerlijk zeggen, om dat heel goed in te schatten, moet ik ook omdat ik dat dan vooral weer zo bijvoorbeeld weer even terug in de gemeentepolitiek zou moeten zijn. En dan weer zou moeten kijken van, kijken mensen dan weer opnieuw anders naar je van, oh, daar komt het Kamerlid aan of zo. Zoiets. Ik kan niet letterlijk, als je dan zegt, heb je nu een voorbeeld van hoe daarvan, dan heb ik dat gelukkig niet. En ik hoop het ook niet. Alleen, ik weet gewoon wel een beetje dat zo werkt. Dat politieke wereldje in Den Haag is toch zo'n. Daar kijken mensen dan toch weer anders naar. Ja. En hoe bedoel je dat dan? Ja. Ik heb altijd. Volgens mij zei ik in het begin. En dat hoop ik nog steeds wel te doen. Omdat je niet, naast je eigen schoenen gaat lopen. Het is wel een beetje een wereldje waarin ik wel snap dat mensen soms denken dat of in ieder geval
dat de politiek ver van mensen afstaat. Als je daar in Den Haag functioneert, snap ik ook wel weer dat mensen dat denken. Het is een heel erg ons kent ons wereldje waarin veel, veel met elkaar wordt opgetrokken. Je dus wel snel erin kan worden getrokken als je daar niet uitkijkt. Ja. Yeah. Ik heb het bijvoorbeeld zelf ook wel gezien, ook al in de gemeentepolitiek, dat mensen dan bijvoorbeeld verkozen worden en zich opeens een andere houding aanmeten. En ik vraag me af of je er, ik weet niet of dat, want ik hoorde dat een beetje volgens mij wat je zegt, of je dus inderdaad moeite moet doen om er actief voor te zorgen dat je niet denkt van, oh, ik ben nu belangrijk, dus ik ben interessant of zo. Of dat je ziet dat het een cultuur is waar mensen zich naar gaan voegen. Ja, ik denk wel dat het een beetje een cultuur is waar mensen zich in voegen. Ik merk wel, soms snap ik het ook wel weer. Hè? Dat is een beetje het lastige soms. Kijk, je hebt gewoon 150 Kamerleden. Ik ben natuurlijk sinds november, sinds oktober gekozen. Oktober, november vorig jaar, begonnen. Ik ken nu in augustus echt nog niet 150 Kamerleden. Dus het zijn natuurlijk echt heel veel mensen. En je ziet natuurlijk vooral de mensen op je eigen dossiers. Maar als je een beetje je wil opvallen of een beetje iets, het gevoel hebben dat je iets wil bereiken, moet je best wel opboksen tegen heel veel anderen. Dus ergens snap ik ook wel weer dat je, ja, als je niet jezelf een beetje op de voorgrond plaatst of zichtbaar bent, dan ziet niemand je. Dus, en hoe ver je daar dan in moet gaan, dat vind ik dan nog zo'n scheidslijn die lastig is. Maar ik snap hem ook wel weer. Ja. Yeah. Hoe ga je daar zelf mee om? Wat voor mij best wel interessant is dat ik natuurlijk dus inderdaad, drie kwart jaar Kamerlid ben, waarvan het bijna de helft van die tijd gewoon in coronatijd is, waarin we dus heel weinig met elkaar vergaderd hebben en heel weinig in Den Haag bezig zijn geweest. Dus ik vind het best wel een bijzondere periode ook om tot nu toe op terug te kijken, zo van, ik vind het soms al lastig om te bedenken, hoe was het ook weer voor coronatijd? Yeah. En hoe deden we toen vergaderingen en debatten? Ik merk wel steeds meer dat ik er wel beter in kom, ook gewoon om aan te geven wat je zelf ook allemaal aan het doen bent. Want ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat soms mensen denken, wat doe je dan de hele dag daar in Den Haag? Nou, ik kan me ook wel voorstellen, dat soms vraag ik me dat zelf ook wel eens af. Wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? Ja. En toch ben je de hele dag druk. En toch ben je de hele dag bezig om, in mijn geval dan voor de Partij voor de Dieren mooie dingen te bereiken. Ik vind het wel echt heel belangrijk om dat ook zoveel mogelijk naar voren te kunnen brengen. Ja. Ik krijg ook een vraag van Saskia. Ja, Jong. Heb je het idee dat je harder moet werken voor je punten dan de mannen van grote partijen? Of is het meer gelijk dan het lijkt? Goeie vraag. Het heeft eigenlijk twee elementen, want het gaat over een kleine partij versus een grote partij en het verschil in gender. Inderdaad, ja. Dat ik voel dat tot nu toe zelf nog niet zo. Gelukkig. Maar ik denk wel dat het wel degelijk speelt. Alleen ik heb tot nu toe niet zelf heel erg op mijn dossiers of mijn onderwerpen niet per se het gevoel gehad dat het één iets uitmaakte dat ik vrouw was in plaats van man. Dat gevoel heb ik niet gehad, gelukkig. Daarbij meteen zeggen dat ik toch wel het gevoel heb dat dat af en toe best wel kan spelen. Maar gelukkig heb ik dat niet zo. Grote partijen en kleine partijen, dat is wel echt een verschil. Je hebt ook gewoon meer tijd en meer mankracht en meer, vaak ook gewoon minder dossiers om te doen. Dus ook meer mogelijkheden om heel diepgaand op één, soms op één heel specifiek punt in te gaan en daar helemaal alles uit te werken en uit te zoeken. En als wat kleinere partij wil je toch ook, doen wij dat ook hè, als Partij voor de Dieren, laat ik dat zeker zeggen. Maar probeer je, heb je toch soms ook gewoon, moet je wel echt ook wel echt wel keuzes maken van welke dingen pak ik op en niet. Ja, oké.
En we hadden net inderdaad al over de huidige situatie waar we in zitten in de coronapandemie. Hoe kijk jij aan tegen corona en het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren? Ja, ik heb op een gegeven moment werden de coronadebatten inderdaad door fractievoorzitters opgepakt in het begin van de coronatijd. Heb ik er toen nog een aantal gedaan en daar heb ik ook vooral, en dat hebben we later ook nog gedaan hoor, vooral ook wel veel gefocust op het feit van waar dat coronavirus nou is ontstaan en hoe dat dan komt, dat dat zo is. En dat is voor ons wel een hele belangrijke, om te zeggen van ja kijk, zo'n soort virus ontstaat dus doordat wij als mensen ingrijpen in de natuur en daar wilde dieren vandaan halen. Maar ook door de handel in wilde dieren, door dieren te doden en ze te gebruiken voor medicijnen bijvoorbeeld die daarna de hele wereld overgaan. Het zijn allemaal, allemaal zaken die invloed hebben op het huidige coronavirus. Maar natuurlijk ook intensieve veehouderij waar veel virussen vandaan komen. Wat eigenlijk de kern van onze partij is, die zegt, ja, we kunnen niet op deze manier, op dezezelfde vorm verder. En de coronavirus is daar wel echt een uiting van. Wat niet wegneemt dat je daar nu ook natuurlijk wel naar moet, dat je dus nu ook wel moet handelen. Ik bedoel, handelen in wat we nu doen om het te bestrijden. Maar wat ons betreft ook wel echt handelen om te proberen te voorkomen nog een keer in zo'n situatie terecht te komen. Ja, en verwacht je of heb je het idee dat we daar echt een omschakeling in gaan maken? Ik merk wel dat er langzaam. Ik ben wel op zich wel positief over gestemd en wat in zoverre positief voor in de samenleving aan zich. En ook wel dat je. Dat je ziet dat daar verandering in komt en ook veel meer mensen daar aandacht voor hebben en willen hebben. Politiek gezien zie ik het de afgelopen tijd dan nog niet helemaal, helaas. Maar goed, er zijn verkiezingen volgend jaar maart. Dus laten we hopen dat we daar dan wijziging in kunnen doen. Want politiek gezien zie ik eigenlijk wel gewoon een soort van business as usual. We gaan gewoon weer verder met de problemen waar we... Waardoor onder andere het coronavirus is ontstaan, gaan we gewoon door. Ja, dat is wel, daar zie ik geen, helaas nog niet zo heel veel anders in. Nee. Nee, ik zag wel dat er bijvoorbeeld nu wel meer aandacht is voor, of ik denk bredere aandacht voor de situatie in slachthuizen. Ja. Dat zie ik in de politiek en aan de andere kant zie ik denk ik in de maatschappij en in de economie dat er veel meer mensen zijn die nu kiezen om bijvoorbeeld vegan of plantaardig of vegetarisch te eten. Ja, zeker. Dus daarin dat opzicht ben ik wel positief. In de samenleving zie je die veranderingen ook wel echt. Je merkt echt dat mensen daar veel bewuster mee bezig zijn, veel bewuster kijken naar... hoe zij vinden dat het, ook waar zij echt wel verandering zien. Ik vind het wel echt jammer om te zien dat dat dan nog steeds niet doorwerkt in een landelijke of zelfs Europese politiek. Als je kijkt naar zo'n, voor veel mensen misschien een saai onderwerp, maar ik vond het wel fascinerend om te zien dat in Europa bijvoorbeeld we zo'n een mega groot steunpakket rondom corona uiteindelijk begin juli wel goedkeuren, maar dan het eerste wat dan sneuvelt zijn dan duurzaamheidsmaatregelen. En dan denk ik, ja, dat is dus wel, wat mij betreft, gewoon wel echt oude politiek. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ja. Yeah. Yeah. Hoe denk je dat dat komt? Dat die dan, dat de politiek wellicht onvoldoende in staat is om te luisteren? Of... Ja, of toch nog heel erg. Ja, ik heb wel echt het gevoel dat het inderdaad nog wel best wel veel oude politiek is. En dat het misschien ook wel gewoon een kwestie van tijd is. En ik merk aan mezelf dat ik zit niet voor niks bij een Partij voor de Dieren die met ongeduld staat te wachten tot er veranderingen komen. Mm. Dus wat mij betreft mag er een flinke, ook gewoon echt een lekkere flinke verjongingsslag en een nieuwe politieke slag volgend jaar na de verkiezingen komen. Lijkt me echt een hele fijne. Lekker frisse gezichten die
ook gewoon wat verder denken dan hun huidige politieke, nou ja, boekje. Ja, yeah. Ik zie ook dat we een vraag hebben, maar daarvoor nog, verwacht je ook inderdaad dat we met de Tweede Kamerverkiezing in maart ook echt, dat mensen ook echt anders gaan stemmen? Of inderdaad ook dat we, nou ja, wat jij zegt, misschien meer jongeren gezien, maar ook meer mensen die denken, ja, het moet nu echt anders? Ik hoop het. Mijn gevoel zegt wel dat dat in de samenleving leeft. Dus wat je ook al aangaf en wat ik volgens mij, wat wij ook wel echt voelen en meemaken, is dat het wel degelijk het geval is. En dat de coronacrisis daar denk ik ook wel een extra setje voor gegeven heeft, dat mensen daar gewoon meer over nadenken. Dus ik hoop het van harte. Alleen soms vind ik het heel lastig in te schatten. Ik bedoel, het kan ook weer een verkiezingsstrijd gaan tussen twee poppetjes van twee partijen. En dan gaan mensen. Ik hoop het niet. Want ik zou het heel fijn vinden en hopen dat we allemaal lekker op de inhoud kunnen gaan zitten en daarop stemmen. Maar je ziet ook wel dat toch ook wel een rol speelt. Yeah. Dus we shall see. Ja. Yeah. Ik ga even kijken of ik de vraag goed kan zien. Ik krijg een vraag van Ajuma. Wat kan Partij voor de Dieren doen om te voorkomen dat mensen die geen vaccinatie willen straks worden buitengesloten van openbare gebouwen, supermarkten, bedrijven, festivals, etc.? Ja, volgens mij, als ik het goed begrijp, kun je in ieder geval geen mensen dwingen om een vaccinatie te ondergaan. Maar zal ik ook niet weten hoe mensen kunnen, hoe openbare gebouwen, supermarkten of bedrijven straks zouden kunnen checken of je wel of niet een vaccinatie hebt gedaan. Ik ga er toch niet vanuit dat er straks dat je straks alleen nog maar een supermarkt in zou mogen als je je vaccinatiepaspoort laat zien. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Dat zou een vreemde wereld zijn. Dus ik hoop dat wij dat niet hoeven te voorkomen, maar het lijkt mij een wereld waarin we niet zouden willen leven. Ondanks dat ik wel nog steeds heel zeer nieuwsgierig ben naar de ontwikkelingen rondom zo'n vaccinatie. We zijn niet als Partij voor Dieren tegen een vaccinatie voor corona. Maar mensen buitensluiten lijkt me gelukkigerwijs een zeer omslachtig plan, wat ik nog niet zo snel in werking zie. Ja, yeah. Oké. We hadden het al even over de komende verkiezingen in maart volgend jaar. Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld ook de campagne voor de verkiezingen? Normaal gesproken is het heel veel op straat, heel veel langs huizen, flyeren, dat soort dingen. Dat klopt, het gaat dus denk ik een heel ander soort campagne worden, waarin we denk ik toch wel heel veel online gaan doen. En ik ben wel benieuwd, ik bedoel, je kunt ook niet overal verkiezingsacties of debatten met heel veel publiek. Of het lijkt me toch, het zijn toch allemaal zaken die naar mijn idee niet verstandig zijn om op die manier uit te voeren. Dus het zal vooral heel veel online gebeuren. En dat gebeurde natuurlijk de afgelopen jaren al steeds meer en meer. En deze campagne zal dat nog veel meer zijn. Ik denk dat Instagram onder andere, waar we nu zitten, een grote rol gaat spelen. Ja, en wat denk je dat het effect daarvan gaat zijn op de betrokkenheid van de kiezers? Of gaat daar een effect zijn? Nou, ik vraag me dat eigenlijk af. Omdat ik bedoel, hoeveel mensen er zitten er wel niet op Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, tot eventueel LinkedIn, tot andere, misschien wel nieuwe mogelijkheden van online platformen. Van we gaan Zoom-debatten organiseren met elkaar. Ik zie nog wel mogelijkheden waarin juist misschien nog wel meer mensen kunnen deelnemen. In plaats van dat je ergens naartoe moet, maar dat je gewoon online thuis op je bank mee kan praten en kan doen. Kan het misschien juist wel dichter bij mensen komen te staan? Ja, wij merken dat bijvoorbeeld ook met cursussen die we nu in plaats van fysiek online geven. Waardoor het ook juist toegankelijker wordt, omdat het makkelijker is. Je hebt geen reistijd, je kunt makkelijk even je thuis dingen die je daar moet doen even niet doen en dan inschakelen. Ja, dus het heeft ook inderdaad voordelen. Het kan ook voordelen en ja. Ja. Ik zie nog een vraag van Nathalie. Het is nu een paar dagen meer dan 30 graden. Betekent dat een stop voor veetransport?
en dus de slacht. Zo ja, wordt dat gecontroleerd? Zeggen als Partij voor de Dieren altijd 30, alleen het ministerie rekent nog steeds met 35. Dus helaas is dat niet het geval. Ondanks dat wij alsnog wel elke zomer weer opnieuw blijven hameren van het feit dat dat dus echt onverantwoord is om dieren nog met deze hitte soms ook echt behoorlijke lange transporten te laten afleggen voordat ze het slachthuis ingaan. Maar er zijn op dit moment dus nog geen, het wordt niet, nog niet stilgelegd. Wat ik wel weet is dat er wel organisaties, zoals bijvoorbeeld van Eyes on Animals is, die zelf ook wel transporten controleert. En officieel zou de NVWA ook transporten moeten controleren. Moet je het antwoord schuldig blijven hoe vaak dat dan nu zou gebeuren. Wat ons betreft als Partij voor de Dieren in ieder geval, sorry, vaker dan het nu gebeurt. Dat kan ik je zeker meegeven. Ja, en de NVWA is de... Oh, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eigenlijk de controleur van alles rondom voedselveiligheid. Ja. Ja, en daarmee zeg je dus eigenlijk nu wordt er te weinig gecontroleerd? Ja. Dat is absoluut veel meer nodig. Ook gewoon in slachthuizen en de manier hoe het eraan toe staat, zou eigenlijk veel strengere controles vereisen. En ook onaangekondigde controles. Okay. Ja. Ik zie dat we ook al bijna weer aan de tijd zitten. Ben jij weer beschikbaar als Kamerlid voor de volgende periode? Ik ben er nu over aan het nadenken. Want inderdaad, wij gaan nu inderdaad met de lijst aan het samenstellen en aan het kijken. En voor mij is het nog, ik ben gewoon aan het kijken van, gaat dat me lukken? Ik heb een tweelingdochter, twee dochters dus van anderhalf. En ik vind het best wel, het is superleuk, maar het is ook best wel een pittige combinatie. Dus ik vind het wel heel belangrijk om daar gewoon goed over na te denken. Omdat je gewoon, ik vind wel dat als je commit aan 4 jaar politiek, wat je dan dus doet, en 4 jaar Tweede Kamer werk, vind ik ook dat je daar voor echt wel voor moet gaan en 100% beschikbaar moet zijn. Dus ik vind het wel een afweging die ik nu gewoon wel aan het maken ben. Ben ik daar op dit moment de juiste voor? En ik heb natuurlijk nu soort anderhalf jaar eigenlijk ingevallen en kunnen proeven aan Tweede Kamerwerk. Het is wel echt super leuk en fantastisch om te doen. Dus ik ben er nog niet over uit. Oké. Okay. Mijn volgende vraag zou zijn, wat ga je realiseren als je weer Kamerlid bent? Maar misschien is dat dan nog een beetje voorbarig. Ja, ik ben nu vooral nog heel veel aan het zaaien. Dus het is natuurlijk wel heel fijn als je dan er nog kan zijn om ook een paar dingen die je nu aan het zaaien bent te kunnen oogsten in de volgende periode. Ja. Ja. Maar wat zijn onderwerpen los van corona die je nu aan het zaaien bent? Onderwerpen waar ik me in ieder geval... Waar ik me wel in vast wil bijten, waar ik mee bezig ben, is onder andere de problematiek rondom hout rook en hout stook. Je merkt toch dat dat veel schadelijker is dan er tot nu toe wordt gedacht. Het gaat echt om particulieren die hout stoken. En ik hoor gewoon ook wel veel mensen die daar gezondheidsproblemen van hebben. Ik vind het een belangrijk onderwerp om daar wel echt mee door te kunnen. Kunstgras, ander onderwerp waar ik mee bezig ben. En schadelijk voor onze gezondheid, maar ook echt schadelijk voor het milieu, met de hoeveelheid plastic die op die manier het water inspoelt. Dat is wel echt een belangrijke. Ja, een onderwerp toevallig, of nou, eigenlijk niet toevallig, maar een groot onderwerp waar ook bij me bezig zijn, is natuurlijk de burgerproblematiek. Je ziet deze afgelopen dagen, het heeft in juli weer een beetje, weer gelukkig wel wat geregend, maar alsnog de bruggen zitten we wel echt... De problematiek, zei je. Droogte, ja, oh sorry. Ja, ja ik hoorde je even niet, ja. Nee, daarom. Maar toch zitten we in een, hebben we gewoon echt wel problemen met gewoon verdroging in ons land. Ja, ik krijg ook een vraag. En ik kan er nog Jennifer veel meer opnoemen, maar... Ja, genoeg te doen nog in ieder geval. Wat ja, dat zeker. En Jennifer vraagt ook, kunstgas, is dat zo schadelijk voor het milieu?
Ja, het probleem is natuurlijk dat het gewone oude autobanden vaak zijn die dan plastic, de rubberkorrels die in ieder geval de rubber van de autobanden, maar ook het plastic wat erbij zit, gewoon uitspoelt richting water. En je er eigenlijk gewoon dus een extra plastic soep probleem bij haalt. Dus mijn simpele antwoord is ja. Ja. Is dat ook specifiek schadelijk voor kinderen? Dat die natuurlijk ook sporten op kunstgras? Ja, daar loopt nog steeds onderzoek naar. De ene onderzoek zegt dat dat de schadelijkheid voor de gezondheid wel mee zou vallen. Maar er blijven ook onderzoeken bestaan die aangeven dat de lange termijn effecten ervan nog steeds niet helemaal duidelijk zijn. Dus het blijft allemaal nog. Het blijft niet allemaal heel duidelijk. En wat particulieren betreft zeggen wij dan, ja, zorg toch gewoon voor het voorzorgsprincipe. En leg gewoon geen kunstgrasvelden, in ieder geval niet met die rubberkorrels aan. Of met de autobanden, zullen we zeggen. Maar proberen te kijken naar alternatieven. En eigenlijk het liefst gewoon lekker voetballen op gras. Maar anders dan toch echt andersoortige materialen waarvan we zeker weten dat het geen milieuschade of gezondheidsschade kan opleveren. Ja, oké. Heel goed. Als laatste vraag dan nog. Wat voor tips heb je voor vrouwen die geïnteresseerd... Ik zie dat Jennifer nog reageert. Zal ik even lezen? Ik voel me bijna schuldig over zoveel... Dus ik zie het niet zo goed hoor. Over zoveel denken, nagedacht en rekening houden. Schrik best van het kunstgras. Inderdaad, goed dat jullie hiermee bezig zijn. Dankjewel, okay. Hoor ik ook. En Jaap zegt nog... vraag eens in de Kamer of gemeente al iets doen met het Schone Luchtakkoord. En Linda zegt, kunstgras is ook slecht voor de eco- en CO2-opname van de grond. Dus ja. Ik hoor in ieder geval veel, of ik zie veel medestanders die op je reageren. Ja. Dus mijn, eigenlijk nog twee vragen. De eerste vraag is, wat voor tips heb je voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in politiek of nadenken om politiek actief te worden? Mijn belangrijkste tip, gaat gewoon lekker doen. Denk ik. Dit is wel gewoon, volgens mij is het gewoon een wereld waar je in moet springen. En als je denkt, dit is een wereld voor mij, dan volgens mij kunnen we nog veel meer vrouwen gebruiken. Dus please be welkom. En ga er gewoon lekker voor. En je vindt, zoals gezegd, along the way wel je route. En er zijn altijd heel veel mensen met nieuw. En die moeten nog van alles ontdekken. En ik heb altijd het idee dat iedereen altijd heel erg bereid is om iedereen te helpen. En te zien hoe je er komt. Dus vooral kom erbij. Want meer vrouwen in de politiek is ook nu nog in 2020 essentieel om die gelijkheid aan te wakkeren. Mooi. Jennifer zegt meteen, ik wil er wel inspringen, maar wel bij de Partij voor de Dieren. Dus dat is ook een hard onderling nog. Goed zo. Mijn laatste vraag. Heb ik iets niet gevraagd wat je nog graag zou willen delen? Nee, eigenlijk volgens mij... Ik vond het leuk. Dus, ik vond het ook heel leuk. Ja. Dank je wel voor je tijd. Gaat snel voorbij. Ja, ongelooflijk. Ja. Snel. Ja, zeker. Dit gesprek is zometeen ook via IGTV op Instagram gewoon terug te kijken. En later deze week zet ik het ook op YouTube. Dus dan is het daar terug te kijken. Allee. Volgende week hebben wij ook Jamila Anzi te gast. Zij is voormalig vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. We gaan ook van haar horen hoe zij dat heeft aangepakt. Ik zie nog wat vragen voorbij komen. Jennifer, als je hulp nodig hebt, dan stuur maar even een berichtje. Daar kunnen wij je vanuit Meer Vrouwen in de Politiek ook zeker bij helpen. Even heel erg bedankt voor je tijd en het delen van ook. Je kennis en inzicht. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Ja, natuurlijk. Leuk. En veel succes. En ik ben benieuwd. Ja. Ik hoop dat je je weer kandidaat gaat stellen, maar we gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Leuk, dank je. Oké, succes. Middag. Jij ook. Doei. Doei. Doei.
Goedemiddag allemaal, mijn naam is Marianne van Rijn.